Goedemorgen. Goedemorgen, Vera. Leuk jou te zien. Wat een mooie omgeving hier. Ja, hè? Die heb jij mogen uitkiezen. Ja, en niet voor niks. Ja, waarom deze plek hier? Ik ben geboren in Oosterwijk. Ik woon vanaf mijn vierde in Bokstel. En ik ging vroeger iedere zondagochtend met mijn vader hier bij de Witte Bergen wandelen. Oké, en... Dus ik heb een goede herinnering aan. Nou, Oosterwijk natuurlijk een mooie plek. Wat kan Bokstel eigenlijk leren van Oosterwijk? Want het is een plaats die genomineerd was als een van de mooiste plekken van Nederland. Wat kan Bokstel doen? Bokstel heeft een heleboel dingen, hebben we al, die Oosterwijk ook heeft. Een beetje meer reuring in het centrum, dat is de afgelopen tijd goed gelukt. En ik hoop dat we dat door kunnen zetten. En mensen gaan liever naar een levendig centrum, als naar een centrum waar het wat rustiger is. Dus op het moment dat er van alles te doen is, komen de mensen vanzelf. Noem eens één ding wat zeker nou moet gebeuren, want Bokstel is af en toe wat erg rustig. Dat zou wat meer reuring kunnen gebruiken. Ja, jij bedoelt natuurlijk het verbouwen van de Rechterstraat. Voor mij is het aanpassen van de Rechterstraat een prima iets, want er moet wel iets gebeuren. Maar ik hou helemaal niet van franjes. Dus ik hou niet van binnendommeltjes, van banieren en van bankjes. Want ik denk dat we ons dat gewoon echt niet kunnen bekostigen. Dat we daar gewoon niet genoeg geld voor hebben. En dan wordt het half gedaan. En dan denk ik, dan doe de dingen die je doet gewoon goed. En zorg dat je daar geld voor inruimt. En de mensen maken een centrum en niet de stoep. Nou is wandelen, heb je als sport opgegeven dat je dat graag doet. Sporten überhaupt. Je doet ook aan golf. Hoe moet je dat dan zien, dat golven? Je bedoelt of ik daar nog tijd voor heb? Nou, nee dus. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een hobby van me is. En dat ik heel veel moeite moet doen om er een beetje beter in te worden. Maar je moet altijd dingen afwegen. Soms heb je er veel tijd voor in vakanties en soms minder. En dat is dan zo. Dat is met lezen hetzelfde, een andere hobby. Nou, ja. Lezen komt natuurlijk goed van pas, want ik denk dat iemand die in de raad zit heel veel moet lezen. Dus ja. Jij kunt waarschijnlijk heel snel lezen. Ja, dat heb ik voor de raad nodig, maar ik vind ook gewoon boeken lezen superleuk. Ik probeer toch wel iedere drie weken naar de bieb te gaan. Dan haal ik ook boeken voor mijn moeder. Dus, en die leen ik haar dan één voor één uit. En ja, vind ik gewoon leuk en vind ik ook heel ontspannend. Dus het lezen van de raad is voor mij ook geen probleem, maar ik vind boeken lezen wel net iets leukere kost. Ja. Welke boeken vind jij leuk? Ja, ik vind heel erg leuk historische romans. Met daarin een soort terugblik en een vooruitblik. En dingen die in de geschiedenis gebeurd zijn, die interesseren me echt enorm. En zeker als het dan in een romanvorm is. En daar kan ik helemaal in wegdromen. En ik ben zelfs ooit, naar aanleiding van een film, naar Île de Ré in de westkust van Frankrijk op vakantie gegaan om te kijken waar alle plekken waren die ik gezien had. Dus ik vind het gewoon heel mooi om daar helemaal in te ontspannen. Kan ik me helemaal voorstellen, enorm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Als je dan toch zo dat soort dingen doet, hè? Wat is nou jouw guilty pleasure? Dropjes. Als ik naar de bieb ga, ga ik daarna naar het snoepwinkeltje. En ik weet dat het super slecht voor me is en dat de zout allemaal niet goed is. Maar ik vind het wel echt heel lekker. En zij hebben gewoon echt hele lekkere drop. Je vertelde dat je hier natuurlijk al als kind bent gekomen. Vertel eens even, hoe is dat toen gegaan? Op zondagochtend mocht mijn moeder altijd uitslapen. En dan gingen wij met mijn vader hier naartoe. En dan kan ik me alleen maar herinneren, mijn vader liep rechtdoor en gaf ons allerlei opdrachten. Dan moesten we eikeltjes zoeken en dan moesten we beukennootjes zoeken. En hij vertelde altijd dat hij dat met zijn vader ook deed. En ik ging met mijn kinderen, toen ze kleiner waren, ook heel vaak naar het bos. Want je krijgt gewoon energie in een bos. En wij hebben het geluk dat we zo dicht bij zoveel natuur wonen. Klopt, klopt. Dus ik heb ook zoiets, we hebben dat gekregen en
Als je ergens je energie op kan doen, dan is het hier toch. Wat maakt hier de Campina zo mooi voor jou? Ja, ik vind de Campina vind ik mooi omdat het een droog bos is. De Gilders bijvoorbeeld is een nat bos. In een nat bos is het dus veel heel anders als in zo'n droog bos als de Campina. Hier, ik vind dit een vriendelijk bos. Kom misschien ook, we gingen hier vroeger schaatsen. En dan had je een klein zonnetje, ging over dat water. En ja, gewoon een beetje een feeënrijk bos voor mij. Oké. En je bent met de kinderen hier ook steeds naartoe gegaan? Ja, niet iedere dag, maar op vrijdag bijvoorbeeld. Als ik vrij had. Ja, ja. Ja. Want jij bent als docent verbonden aan een school. En ja. Wat doe je daar precies? Ik geef biologie. En ik werk op de school vanaf het moment dat ons derde kind geboren is. Okay. Want toen had ik zoiets van, ik zat thuis met de blokjes en ik deed bij Unilever reorganisaties. En die twee werelden waren zo verschillend dat in mijn karakter dat niet meer te combineren was. Ik had toen een baas en die zei tegen mij, Vera, als jij één goed idee per dag hebt, dan ben ik heel dik tevreden. Maar uiteindelijk wordt dan alleen een bedrijf daar beter van. En ik had zoiets, wat voeg ik nou toe aan de maatschappij? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga voor de klas en dan kijk ik wel eens of daar iets voor mij is. En ja, ik hoop daarmee een heel kleine bijdrage te kunnen geven aan het leven van die kinderen die ik in de klas heb. Nou, mooi. Ik kom automatisch natuurlijk op de vraag van, hoe ben jij nou eigenlijk in die politiek terechtgekomen? Ja, ik ben eigenlijk, want we hadden het straks over opvoeding. Ik ben eigenlijk opgevoed van als je een talent hebt, dan moet je dat eigenlijk inzetten. Niet voor jezelf, maar voor de gemeenschap. En ik denk dat ik met mijn achtergrond van reorganisaties, op het moment dat mijn kinderen ouder werden, best iets kan betekenen voor Bokstel. En ja, ik hoop dat de Bokstelnaren het ook zo beoordelen bij de verkiezingen. En dan hoop ik mijn kwaliteiten in te gaan zetten. Maar is er dan iets geweest dat jou in één keer die klik heeft gegeven, nu ga ik het doen? Of hoe is dat gegaan? Ja, het is wel zo, bij de geboorte van mijn tweede zoon, een dag of acht daarvoor is mijn vader overleden. En die was, ja, daar had ik wel een heel speciale band mee. En je gaat dan anders over dingen denken. Je gaat je dan meer afvragen, waarom ben ik hier? En wat beteken ik nou eigenlijk? En je leven wordt dan wel heel anders. Dus toch, toch ja. Iets wat wel een eerlijk antwoord. Ja. Ja, had je iets anders verwacht? Nee, dit had ik niet verwacht. Dit had ik helemaal niet verwacht. Oh, oké. Okay. Zullen we daar doorgaan? Vera, waar moeten we nu naartoe? Hè? Ik wil daar naartoe. Het CDA wijst de weg, hè? Kom! Je hebt het net gehad hoe je de politiek ingerold bent, maar nu ben je lijsttrekker. Wat maakt jou nou zo geschikt als lijsttrekker? Ik denk dat ik het team wat ik aan mag voeren kan enthousiasmeren. En dan merk ik aan alles. Ze gaan er echt voor. Ze komen steeds met nieuwe ideeën. En ja, dat vind ik echt top. Ik vind de leider is zo sterk als zijn team. En ja, zo sta ik erin. Is dat thuis ook zo? Ja, alleen is het team dan sterker als de leider. Wij werken discussies in gezin. Vooral mijn jongste zoon is daar erg goed in. Maar dat vind ik ook wel gezellig. Er wordt overal, niks is zomaar zo, zoals het is. Alles wordt ter discussie gesteld. Dus mijn skills kan ik thuis heel goed oefenen. Oké, maar dat betekent in de politiek dus hetzelfde. Nou, ik ben hier bijvoorbeeld overal tegen. Ik denk wel soms dat het anders kan. En dat is ook eigenlijk hetgene wat ik het meeste op straat hoor. Dat mensen zeggen, kan dat nou niet anders? En dat is ook de reden dat we dat als verkiezingsspreuk hebben gedaan. Van mensen denken gewoon, als je gewoon met boerenverstand dingen bekijkt, dan denk je gewoon, nou, dit moet toch anders kunnen. Is dit nou allemaal nodig? Hebben we? Ja, ik denk persoonlijk, er moet meer gelobbyd worden en minder gehobbyd. Want we hebben zoveel hobby's, kleine projectjes die geld kosten, dat we geen geld overhouden voor de dingen die we als samenleving echt nodig hebben in Bokstel. Okay. En dat vind ik echt een gemiste kans. Ja.
dan toch even, want de ambities zijn duidelijk. Als je straks gekozen wordt, en ja, we hebben nu heel veel mensen die hebben gezegd van de andere lijsttrekkers, we willen eigenlijk alleen maar gaan voor het wethouderschap. Hoe is dat bij jou? Nou, je wil zit hier bij het CDA, nee. Wil jij als lijsttrekker straks wethouder worden? Ligt eraan welke portefeuille. Ik sta ervoor open. En als ik geen wethouder word, dan ga ik graag in de raad. Want mensen hebben liever niks op mij gestemd. Nou, jij mocht een onderwerp kiezen. Jij was heel duidelijk. Ja. Heel duidelijk, seniorenbeleid. Ja. Waarom nou seniorenbeleid? Wat is daar nou zo belangrijk? Omdat 1 op de 4 Boxtelaren in 2050 senior is. En we nog steeds geen seniorenbeleid hebben. Goede deskundigen, burgers, we laten alles maar doen door onderzoeksbureau. Het ligt dan op de plank. We hebben burgers die zich daarvoor inzetten, die ook nog deskundig zijn. En ligt stellen plan, het niet vast. Er ligt een ja, er ligt gewoon een kant-en-klaar plan. Het enige wat wordt er iedereen ondersteund? Ja, iedereen. Iedere partij. En toch stellen maar dan wil wordt ik, het niet dan vast. Wil ik graag weten wat CDA de aandacht heeft voor bijvoorbeeld de seniorenwoningen. Wat gaan jullie doen aan seniorenwoningen? Wij gaan zorgen dat er concrete locaties komen. Want op het moment dat je geen grond hebt en niet bemiddeld, als er bouwplannen zijn, dat er ook woningen voor senioren gebouwd kunnen worden, maar dan komt er nooit een senioren. Er is al een achterstand. We moeten nu een inhaalslag gaan maken. Ja. Dan komt toch die seniorenwoning in de verdrukking? Natuurlijk niet, want het is gewoon een kwestie van duidelijke prioriteiten stellen. En dit hoort bij onze prioriteiten. Oké. Ik wil het later nog zien, maar dan de zorg. Ik hoop dat je het kan zien. Ja, dat hoop ik ook. De zorg. Ja. Nou, de zorg. Nou, het krijgen is gewoon veel, heel veel meer demente mensen. Ja. Dat is zo vastgesteld. Ja, de mensen worden ouder. Wat gaan jullie doen voor die mensen? Ja, er moet eigenlijk echt een woonvorm komen tussen langer thuis en een verpleeghuis. Een soort commune-achtig woonvorm waar ook allerlei gemeenschappelijke ruimtes zijn, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten als de corona weer over is. En zodat mensen in onze gemeente niet de kans krijgen om te vereenzamen. En als een partner dement is, is het juist heel fijn om dan wel ook een keer even met iemand die in de buurt woont te kunnen praten en even een ander gesprek te hebben. Dus we zullen meer moeten omzien naar onze senioren. En het is dat echt 5 voor 12. Klopt, want nou maar dan, dit zijn een aantal voorbeelden, maar denk eens even aan de mantelzorgers. Ja, die ben worden ik zelf steeds ook. Zwaarder ja. Ja, die worden steeds zwaarder, nou, je spreekt uit ervaring. Ja. Die worden steeds zwaarder belast. Wat gaan jullie voor hen doen? Ik vind dat de mantelzorgondersteuning in Boxtel prima verloopt. Ik vind bijvoorbeeld wel, met de laatste coronagolf, is er door de KBO, is er door allerlei vrijwilligers heel erg veel contact geweest met mantelzorgers. En ik denk dat dat eigenlijk iets is wat we zouden moeten proberen te behouden. En het ja, probleem u zegt is proberen, dat proberen, maar ik wil actie zien. Ja, snap ik. Dat wil ik ook het liefste. En concreet aangeven, dat gaan we doen. Of in ieder geval alvast één ding aangeven wat we concreet gaan doen. Concreet. Mijn moeder heeft een tijdje met de rollator gelopen. De therapeut die thuis kwam, die zei, mevrouw, gaat u maar niet met die rollator naar buiten, want u wordt gewoon gecatapuliseerd. Nou, ik vind het schandalig dat in Boxtel mensen in hun eigen woonomgeving niet gebruik kunnen maken van de stoep, omdat het dan gewoon niet veilig is. Dus heel concreet, die stoepen moeten gewoon overal recht liggen. En net als we rolstoelvriendelijke lint hebben, moeten we eigenlijk in Boxtel van de woonwijken naar het centrum begaanbare stoepen hebben, zodat iedereen deel kan nemen. Oké, duidelijk. Staat ook in ons verkiezingsprogramma. We hebben het net al een beetje over gehad, indirect. De eenzaamheid wordt ook steeds groter. Ja. Hoe gaan jullie zorgen dat mensen herkend worden? Ik weet, huisartsen, dat soort mensen doen dat ook, maar wat moet er echt gedaan worden om te zorgen dat die eenzaamheid teruggedrongen wordt? Ja, nou, niet iedere eenzaamheid is hetzelfde. Je hebt mensen die niet deelnemen omdat ze
het niet kunnen betalen en zich terugtrekken in hun huis. Dus er moet een oplossing komen voor de stille armoede, zodat meer mensen mee kunnen doen. En ik denk dat voorzieningen en activiteiten dichter bij de wijken plaats moeten vinden. Mensen moeten nu soms best ver gaan naar een onbekende omgeving om deel te nemen aan activiteiten. Dus naast huisbezoeken zou je ook dichter bij de gebieden waar veel senioren wonen activiteiten moeten doen. Zodat het toegankelijker is voor mensen en mensen persoonlijk uitnodigen. Want als ik aan jou vraag, ga je mee dit doen, zeg je minder snel nee als dat ik jou een brief stuur. En dat kost heel veel tijd en heel veel energie, maar het is wel heel erg noodzakelijk. Willen we een sociale samenleving houden? En wie moet dat dan doen? We zeggen dan officieel de nulde lijn. Maar ik denk dat we als gemeentelijke organisatie moeten zorgen dat we dat op gaan tuigen. En dat er dan genoeg vrijwilligers zijn die daar echt zich volledig voor in gaan zetten. Zodat er nog meer mensen mee gaan doen in Bokstel. Want iedereen telt mee. En ik denk dat we dat echt in de praktijk moeten gaan brengen. Ja, Vera, we hebben natuurlijk het CDA. Het CDA heeft een groot achterban in het buitengebied vaak. Dat is traditioneel zo. Nou is het zo dat natuur en akkerbouw is ook een onderwerp wat natuurlijk bekend is. Maar je ziet ook dat akkerbouwbedrijven weggaan. Wat moet er eigenlijk gebeuren met, naar jouw mening, met de wappers, zeg maar, hè? De bedrijfsruimtes die dan leegstaan? Wij hebben ongeveer een half jaar terug een motie ingediend. Die is unaniem aangenomen door de hele raad. Waarin we vragen om actief mee te denken aan de herinvulling van de VAP. Dus de vrijkomende agrarische bebouwing, want ik hou niet zo van afkortingen. We willen ten alle tijde voorkomen verloedering van het buitengebied. En een van de redenen dat we hier zitten is dat dit een geweldig mooi bos is. Maar het is in onze gemeente denk ik wel heel belangrijk dat mens, natuur en dier in evenwicht blijven. Dus niet alleen maar bossen, niet alleen agrariërs, niet alleen verstedelijking. Want het mooie van onze gemeente is dat we al die dingen altijd in evenwicht met elkaar hebben laten bestaan. En op het moment dat we agrarische gronden op gaan offeren om er bos van te maken, wat op sommige plekken nu in de planning staat, of dat we agrarische gronden gaan opofferen om er zonnepanelen op te gaan leggen, terwijl we ook nog heel veel industriedaken vrij hebben liggen, vindt het CDA daar geen goede ontwikkeling. Dan toch even die bebouwing, hè, die dan leeg komt te staan. Ik zie dat er vaak caravans in worden gestald, hè? Dat is prima. Zolang als het geen drugs is, vind ik het prima. Want dat moet je natuurlijk wel voorkomen. En dat is de reden dat we die motie ook ingediend hebben. Boeren die stoppen, doen dat vaak niet uit luxe. Dus je moet mensen helpen naar een andere bestemming van dat gebied. Maar er zijn natuurlijk boeren die zeggen van nou, die ruimtes wil ik wel voor arbeidsmigranten gaan gebruiken. Hoe kijken jullie daar tegenaan? We zouden eigenlijk een arbeidsmigrantenbeleid hebben vastgesteld, waarbij er gezegd wordt, er mogen bepaald aantal, nee dat zeg ik weer verkeerd, je moet voldoen aan de regelgeving voor arbeidsmigranten. Nou zeggen agrariërs, wij willen eigenlijk een soort uitzondering daarop. Voor ons is het allerbelangrijkste dat als er arbeidsmigranten gehuisvest worden, dat dat op een sociale manier gebeurt. En rekening houden met menswaardige leefomstandigheden, niet te veel mensen op een klein oppervlak. En natuurlijk houden we dan rekening met bedrijven, maar we houden vooral echt altijd rekening met mensen. Ja, Vera, de verkiezingen die nu aanstaande zijn, dat betekent dat je gekozen wordt voor meer dan 4 jaar, 5,5 bijna, of ruim. Als je over 5,5 jaar terug gaat kijken, wat moet er dan gerealiseerd zijn voor jou? De gemeentefinanciën moeten op orde zijn en er moeten meer woningen gebouwd worden in Bokstel. En er waren er 2, maar dat doe ik dan maar even. Vera, het was een hartstikke leuk gesprek. Dank daarvoor. Ik wens je heel veel succes in de komende verkiezingen. En wie weet zien we elkaar binnenkort. Oké,
Jij ook bedankt voor je tijd. En wij zeggen houdoe. Dus houdoe. Ik ga even nog lekker wandelen. Houdoe. Daar.